Ja, nu is het nog rustig, maar dit is een persdag. Maar wat als je op een publieksdag gaat? Dan is het veel drukker. Wij laten zien hoe je de autoshow van Genève overleeft. Wat je moet zien, wat je niet mag missen. Ja, lekker. Kijk. Benzine snuiven. Ja, als je je tussen die mensen hebt doorgewurmd op de Audi-stand, wat moet je dan zien? Audi RS5. De eerste keer dat die op een autoshow te zien is. Achter mij de Audi S5 Cabrio. Ook een wereldprimeur. Was alleen nog maar te zien als A5 cabriolet op de autoshow van Brussel. Daarnaast staat die Audi SQ5 voor het eerst met een benzinemotor. Oud stond in Detroit, maar dichter bij huis is hij nog nooit getoond. En daarnaast staat die Q8 conceptcar. En dat is de voorbode van een RS Q8. Ja, want RS gaat aan de weg timmeren. Die gaan heel het programma dicht timmeren. Dus dit is alvast een voorproefje van wat we gaan zien. Ja, mocht je nou denken, ik ga niet naar de Kia stand, want er staat toch alleen maar die Kia Picanto die binnenkort naar Nederland komt. Deze GT-line is overigens wel een heel leuk dingetje. Hier hebben ze nog de Kia Stinger staan. Ja, een vette sportsedan. En het is nog helaas onduidelijk of die naar Nederland komt, maar laten we het hopen, want dit is toch wel een verrijking en een verfraaiing van de Nederlandse wegennet. Of niet dan? Als sedan staat de BMW 5-serie net bij de Nederlandse dealers. Maar hier staat de Touring. En kijk deze eens. En Performance Line. Vet. Een nieuwe kleur voor de Jaguar E-Pace. Dat is het enige nieuws dat Jaguar te bieden heeft. Ze hadden ons de Jaguar XF Sportbreak beloofd. Maar ja, die is uitgesteld tot en met september. Want dan wordt de IAA in Frankfurt gehouden. Dus hier alleen een nieuw tintje voor Jaguars eerste elektrische auto die in 2018 op de markt komt. Dus als je denkt dat de Morgan alleen van de moderne klassiekers is, kijk deze, die three-wheeler. Ja, elektrische aandrijving. Welkom in 2017. De beursklappen van Volvo, de nieuwe XC60. Technisch helemaal een XC90, maar een maatje kleiner. En kijk eens naar het design. Dan zou je toch niet zeggen dat deze onderuit gelieerd is aan die XC90. Komt later dit jaar naar Nederland en is het begin van een compleet nieuwe 60-serie. Absoluut een auto die je niet mag missen. De nieuwe Land Rover Range Rover Velar. Hele bijzondere auto. Komt tussen de Evoque en de Range Rover Sport in. Het is namelijk de meest aerodynamische Range Rover ooit gebouwd. En let even op die deurgrepen. Die liggen verzonken in de portieren. En ze hebben het getest. Zelfs met een halve centimeter ijs op die deurgrepen kregen ze hem nog open. Mocht het je opgevallen zijn, op die Renault Formule 1 auto staat de naam Infiniti. En dat is natuurlijk niet verwonderlijk, want die twee hebben een samenwerkingsverband. En kijk hier, het gaat zelfs resulteren in straatversies. Deze Q60 is aangekleed bij Renault Sport. De nieuwe krachtpatser van Honda, de Civic Type R met een 320 pk sterke 2 liter turbomotor. Ja, in een Civic zonder Type R, hè, dat is geen complete familie. Gaan bekijken, echte spectaculaire ding. Ik ben echt benieuwd wat je ervan vindt. Ja, dit is de showstopper van Mazda, de nieuwe CX-5. Misschien niet heel spectaculair om te zien, maar qua verkoopaantallen, ja, hij overtreft alles. Zeer succesvol. En ben je onderhand uitgekeken op die rode introductiekleur van Mazda, hij is er tegenwoordig ook in het donkergrijs. Suzuki is in een razend tempo zijn modelprogramma aan het verjongen. Ja, net bij de dealer, de nieuwe Ignis. Maar de volgende staat er weer klaar. De nieuwe Swift. Ja, de autoshow van Genève is ook het toneel van de tuners. Kijk eens aan, laat je gaan. Alpine moet je zien, het nieuwe sublabel van Renault. Ja, gegarandeerd dat hij hier tijdens die publieksdag helemaal hutje-mutje vol staat. Maar nu krijg je hem in ieder geval te zien. Compleet nieuwe sportwagen met een middenmotor. Heeft niets met het oude concept te maken, behalve die naam en die aanduiding A110. En hier mogen we trots op zijn, hè. Alpine staat onder leiding van een Nederlander. Design onder leiding van een Nederlander. Dit is Hollands glorie eigenlijk, hè. Thank you very much. Mocht je hem nog niet hebben gezien, de Renault Trezor spectaculaire conceptcar. En het begin van een nieuwe designrichting van Renault. Fase 2 onder Laurens van Akker. Maar echt spectaculair, deze. Ja, een conceptcar op basis van de Renault Zoe. Vierwielaandrijving, elektromotor op de vooras, elektromotor op de achteras. Ja, als Renault Sport ooit een elektrische hot hatch gaat maken, nou, dit zou hem kunnen zijn. Oh, kijk eens hier. Dit is een beest.
Dit is een van de meest spectaculaire auto's uit de jaren 80, de Roof Yellowbird. En kijk hier eens, de moderne interpretatie. Debuut hier in Genève. Wederom natuurlijk geel. En hij lijkt als een Porsche, maar onderhuids. Een eigen ontwikkeling, met een eigen chassis. Alles eigen. Wow, die moet je zien. Niet missen. Kijk, dit is weer zo'n knelpunt. Maserati, hier aan de overkant. Aston Martin met zijn nieuwe AMR-modellen. En hier McLaren samen met Rolls-Royce. Oh, fantastisch hè, zo'n 27S. Maar hier komen dus weer de meuten bij elkaar. Hier moet je eigenlijk doorheen wurmen. Je kunt er omheen lopen, maar ja, dan mis je natuurlijk die rapide AMR, die Valkyrie, die super hypercar. En daarachter nog die vintage AMR en die 27S en die fraaie Rolls-Royce convertibles. Ja, ik zou ervoor kiezen om er toch doorheen te gaan. Maar ja, houd er rekening mee, dit gaat je een hoop tijd kosten. Ja, de familie van E-Class is natuurlijk niet compleet zonder coupé en zonder cabriolet. Oh, kijk eens, een gaaf rijtje. Hè? Klassieke racewagens van Ford. Ja, helaas. Ze zijn alleen voor de persdag en worden voor de publieksdagen weggehaald. Maar wat blijft er dan nog over? Kijk daar, Ford Focus RS, maar die kennen we natuurlijk al. Hier, de Ford Mustang. Daar, Ford GT. 250 stuks dit jaar in productie. En daarboven staat er nog een gele. Maar dan lopen we even door. Daar zitten we hem al, in het blauw. De nieuwe performance kleur van Ford. De nieuwe ST. Een hot hatch met een 1,5 liter, 3-cilinder turbomotor. 200 paardenkrachten op die voorste wielen. Kijk, 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 de nieuwe Subaru XV. Compleet nieuw, nieuw platform. Hey, Sjoerd, je bent Freek Vonk niet. Nee, dat klopt, ik ben Sjoerd van Bossen. Maar hij is wel nieuw. De Eclipse, geen sportcoupé meer, maar een crossover. Vandaar dat cross achter dat Eclipse. Bij Toyota op de stand de facelift van de Yaris. En die behelst dan hoofdzakelijk de achterzijde. Met die achterlichten die nu op de achterklep liggen. Maar het grootste nieuws, ja, daar staat hier een klein bommetje. De Yaris GRMN 1,8 liter compressormotor. Meer dan 210 pk en een unieke verschijning, want er worden er maar 1000 van gebouwd. En kleine kans dus dat je die in Nederland op de weg zult zien. De wereldpremier van Lexus, de nieuwe LS-generatie. En die auto die komt pas eind dit jaar naar Nederland. Maar welke er eerder komt en maar nog niet leverbaar is, is de nieuwe LC Sportcoupé. En daar moet je absoluut naar kijken, want dat is wel een hele bijzonder gelijnde sportcoupé. Ja, of die mooi is? Oordeel zelf. Ja, ik heb altijd medelijden met die dames op die autoshows. Kijk bijvoorbeeld naar die schoenen. Maar wees gerust, vanaf morgen mag ze weer pumps aan. Ah, wat een verademing, ook voor die dames. Ja, op de publieksdagen staat hier een haag van mensen. Maar kun je tot aan die balustrade komen, dan heb je een goed zicht op die nieuwe Ferrari 812 Superfast. Ja, want de stand van Ferrari is altijd afgesloten. Daar kun je alleen opkomen met een officiële uitnodiging van je dealer. Bij Jeep een kerstvers model, de Compass, komt net voor de zomer op de Nederlandse markt. Zijn er twee versies van, een normale SUV-uitvoering en een offroader. En die offroader heet dan Trailhawk. En dan krijg je een uitsteekbaar sleepoog aan de achterzijde. Maar nog een opvallend detail op deze stand, kijk eens naar die vloer. Dit is gewoon hars, een week van tevoren, voor de officiële opening, hebben ze die harslaag erin gelegd en is er één pipo met een band overheen gaan rollen om dit relief te krijgen. Nou, is toch gaaf, past toch typisch bij Jeep of niet dan? Ja, in het kader van hoe overleef ik de autoshow van Genève, dit is het drukste kruispunt tijdens de bezoekersdagen. Hier zie je Bentley staan, achter mij. Audi, dan hebben we hier nog Bugatti, Porsche, Lamborghini. Deze merken bij elkaar zorgen voor een verkeersinfarct op dit punt. Zorg ervoor dat als je gaat, dat je zo vroeg mogelijk bent, dat je het gelijk op je gemak kan bekijken. Want ja, als er eenmaal veel mensen binnen zijn, dit loopt vast. Twee knallers op de stand van Porsche, die Panamera Sport Turismo. De eerste echte gezinspanamera, zo kun je het wel zeggen. En die tweede, de Porsche 911 GT3 Mark II. Ja, en zie je dat hoekje? Zie je dat hoekje? Als je daar mensen ziet huilen,
gegarandeerd dat ze een Porsche 911 R hebben. Want ja, die GT3 heeft gewoon dezelfde aandrijflijn als die R. Is gewoon te koop voor een veel lagere prijs. Dus ik denk dat er wat mensen teleurgesteld zijn in Porsche. Als je binnenkomt, ga gelijk naar Lamborghini toe. Waarom? Hordes mensen. Altijd. Gegarandeerd. En je ziet ook hier die stand. Ze hebben trappen naar beneden toe. Dus sta je als derde rij, sta je het laagst. Kun je niks zien. En wat moet je zien bij Lamborghini? Aventador S. De geriestalde versie. Vierwielbesturing, meer vermogen. En hier die oranje knaller. De Lamborghini Huracan Performante. Ja, zo'n straatbeeld zie je in het verkeer natuurlijk nooit, hè. Kijk daar, een Zenvo. Hier een Koenigsegg. En hierachter een Pagani Roadster. Van die Roadster slechts 100 stuks. En die zijn allemaal verkocht. Dus kom hier met je checkboekje aan. Helaas pindakaas. Maar ja, dit is misschien wel de enige plek waar je van die auto kan genieten. Kijk, Koenigsegg. Maar daar staat Spijker. Vanaf heden maakt Spijker gebruik van Koenigsegg motoren. Ja, Audi is verleden tijd. Spectaculaire conceptcar. Zelfs heel weinig mensen bij Bentley wisten dat die hier zou staan. Deze auto, Cabrio, komt er ook als coupé. Als die überhaupt komt, 2019. Maar dit is de eerste volledig elektrische Bentley. Ja, en op het stuur, heel leuk detail. De bovenzijde, daar zitten twee knoppen op met een raketje uit kuifje. Als je daarop drukt, dan maak je gebruik van die overbuursfunctie van die elektromotor. Ja, de Passat CC of CC is niet meer. Dit is de Arteon. Eén van de twee primeurs. En die andere, ja, die is leuk. Kijk maar, deze ID-bus. Volledig elektrisch, vier aangedreven. Ja, hypermodern en zo lekker retro. Om het ons als journalisten makkelijk te maken, staan op de persdag alleen maar de Ibiza's. Maar op zo'n publieksdag staat er ook een Leon. Hoe hou je dan die Ibiza en die Leon uit elkaar? Kijk naar de kentekenplaat of naar die achterlichten. Want bij de Ibiza lopen ze niet door over de achterklep. Opel Crossland X, dat is de opvolger van de Opel Meriva. Geen busje meer, maar meer een stoere crossover. En dan daar, kijk zo'n fraaie auto. De nieuwe Opel Insignia. Leverbaar als vijfdeurs en als stationwagon. En dit is dan die vijfdeurs Grand Sport genaamd. Vanwege zijn fraaie coupé-lijnen. Machtig mooi kleurtje, zeg. De nieuwe Alfa Romeo Stelvio. Ja, de eerste exemplaren druppelen al de showrooms binnen. Maar dit is de Q-versie met 510 pk V6 motor. Ja, en daarop is het nog even wachten. Want die komt pas in oktober op de markt. Amsterdam kan beginnen. Lego poppetjes maken. Helmpje op, bruikje op. Ik wou er ook even jouw, Sjoerd. Ja, een blauwe graag. Ja, ze hebben alleen wit. En twee, hè, want ik ben een Nederlander. Wil je een blonde pruik? Is goed. Hier. Sprekend. Oh, leuk, leuk, leuk. Lijkt wel een beetje Justin Bieber. Echt wel. Ja, zie je die vloer? Hier had normaal Mini gestaan. Mini, dit jaar niet op de autoshow van Genève. Jammer. Dit is de duurste auto op de Mercedes stand. Op Nederlands kenteken. Bijna 1 miljoen euro. Komen er 99 van. Vanaf juni in productie. Levering oktober. En als je dan op zoek bent naar zo'n S-klasse Maybach. Want dat is een Mercedes Maybach G650 Landaulet. Maar als je zo'n S-klasse 600 Maybach wil. Die staat hier om de hoek. Maar ja, die krijg je niet te zien. Tenzij... Alleen toegankelijk voor potentiële kopers. Nou, opvallend. DS richt niet echt de schijnwerpers op die nieuwe DS7. Compleet nieuw model voor het merk. Ander segment, SUV. Leuk detail. Als je heel goed kijkt, zie je hier in de zijkant van die lichttuners de type naam DS staan. Inclusief logo. Lachen. Kijk, op een deel van de Hyundai stand zal het gewoon heel druk zijn. En dat komt omdat iedereen die Lamborghinis wil zien. Maar wat moet je op die Hyundai stand zien? Kijk, hier staan conceptcar. Kenteken zegt het al, fuel cell komt over een paar jaar gewoon op de markt. Maar welke al eerder komt? Hyundai i30 Wagon. De autosalon van Genève duurt nog tot en met 19 maart. Entreeprijs 16 Zwitser frank. Maar je hebt net kunnen zien, absoluut de moeite waard. Kom je met de auto, parkeren, absolute crime. Parkeerplekken, zo vol. Garages, zo vol. Kom je met vliegtuig,
Hey, één groot voordeel. Vliegveld ligt naast de beursvloer. Dus wie er komt, ik zou zeggen, kom gewoon. En cheers op alle primeurs. En lang leven de auto's hier.